Helaas moet ik constateren dat na een jaartje gebruik te hebben gemaakt van mijn Nokia N9, het klepje de geest heeft gelaten. Nou moet ik ook gelijk toegeven dat het feit dat hij gesneuveld is niet zozeer aan de bouwkwaliteit van de N9 ligt, maar meer aan mijn misbruik. Zoals wel mensen uit terug te vinden is dat ik ergens vorig jaar in november het klepje in geopende stand in mijn achterzak stopte. Waarna de boel een beetje krom werd en hoog nodig verbogen moest worden. Nou, dat laatste is toentertijd best aardig gelukt. Maar we zijn inmiddels een maand of 10 verder en er is toch wat gebeurd. Het klepje is afgebroken. Het resultaat is dat het in de rail wat erg kort is geworden. Toegegeven, best handig, want je kunt je toestel gelijk opladen zonder er iets voor te doen. Maar ja, je wilt toch dat die mooi blijft. Daarvoor hebben we een nieuw klepje. Een bijzonder klein onderdeeltje. Ik hoop dat hij even kan scherpstellen. Waarbij, voor zover het zichtbaar is op de camera, hier aan de onderzijde een klein gleufje zit. Dat kleine gleufje correspondeert met een pinnetje wat hier in de breedte over het toestel zit. Wat te doen? Nou, heel simpel. De oude eraf en de nieuwe erop. De oude eraf betekent eraf trekken, maar je zult zien dat lukt mij niet met de blote hand. Daarvoor is het onderdeel te kort. Daarvoor moeten we dus toch even uitwijken naar een tangetje. Zoals gezegd, een tangetje. Ik kan zeggen dat vereist best veel kracht. En het is goed dat ik de handleiding gelezen heb van tevoren om te geloven dat dit werkt. Ik weet niet of dat weer te zien is, maar er zit hier een stalen pen in de breedte, waarover het restant heen zat. We nemen de nieuwe. En de route is tegenovergesteld. De handleiding suggereert het onderdeel goed vast te houden om een buiging te voorkomen. Nou, daar heb ik ervaring mee. Dus laten we dat maar doen. Klik. Klaar. Schitterend. Niks meer aan doen.